Welkom bij deze vierde PCM video tutorial. In deze tutorial laat ik u zien hoe u Joomla kunt installeren. In de vorige video heb ik laten zien hoe u via FTP Joomla op een domein krijgt. Ik heb alle bestanden verplaatst naar het domein waarop ik Joomla wil installeren. Nu ga ik naar dat domein toe met behulp van een browser. Zoals u ziet kom ik dan direct terecht in de installatieprocedure van Joomla en kan ik de taal selecteren waarin ik Joomla wil installeren. En standaard kiest Joomla de meest logische keuze, namelijk Nederlands, omdat we in het Nederlands taalgebied zitten. Dat detecteert hij aan de hand van het IP-adres. Nou, dat is wat mij betreft natuurlijk prima, dus ik klik op volgende. Vervolgens komt er een pre-installatiecontrole. Joomla controleert of alles in orde is, of er geen problemen zijn, bijvoorbeeld met de systeemvereisten. Nou, de PHP-versie is in orde, ook de andere zaken zijn in orde, behalve dat de configuration.php niet beschrijfbaar is, maar dat hoeft geen probleem te zijn. In een later stadium kan dat nog omzeild worden. En ook Register Globals, daar staat nog een rood aangemerkt woord. Dat zou eigenlijk uit moeten staan. In dit geval staat het aan. Dat is op zich niet zo heel erg. Joomla kan wel gewoon geïnstalleerd worden, maar het is beter als die uitstaat. En in dit geval zal ik mijn hosting provider daarover contacteren om dat in orde te krijgen. Maar nu ga ik gewoon door met installatie. Volgende. Het accepteren van de licentie. Nou, daar ga ik mee akkoord. En nu kom ik toe aan eigenlijk het belangrijkste gedeelte van de installatie, namelijk het invullen van de gegevens van mijn domein. Die gegevens zijn afkomstig van het hostingsbedrijf waar dit domein wordt gehost. En ik klik hier dus, of ik tik hier de juiste gegevens in. Ik heb hier een velletje met alle gegevens. De naam van de host is over het algemeen localhost, zoals hier ook genoemd staat. In dit geval is dat anders, maar dat is echt een uitzondering die de regel bevestigt. In dit geval moet ik hier het volgende intypen. Gebruikersnaam, wachtwoord, en de naam van de database. En dan klik ik op volgende en vindt er een controle plaats of de gegevens juist zijn. FTP, ik heb daar in de eerste video al wat over verteld. Dat is nieuw in versie 1.5 en biedt allerhande mogelijkheden en voordelen. Oké, de controle is meteen in orde bevonden. Nou, dan klik ik op de volgende. Goed, nou, dan zijn we al heel eind op weg. Ik vul wat gegevens in. Het is handig om de voorbeelddata te installeren. Dat geeft een goede indicatie van de mogelijkheden met Joomla. Er wordt dan standaard een poll geïnstalleerd. Er worden wat nieuwsberichten geïnstalleerd. Wat veelgestelde vragen. Nou, we zullen dat later zien. Het is handig om dat te doen, dus ik klik hierop. Dat is succesvol gedaan. En ik klik erop volgende. Goed, nou, daarmee zijn we klaar. En het is belangrijk om niet te vergeten om de installatiemap te verwijderen. Om dat te doen ga ik nog met de FTP-server weer naar het domein toe. Daar staat de map Installation en die verwijder ik.
ook het bestand install.php verwijder ik. Zo weet ik zeker dat niemand meer de installatieprocedure nog een keer kan gaan uitvoeren en allerlei zaken kan gaan veranderen die ik niet wil. Nou, eens even kijken naar de vers geïnstalleerde Joomla-site. Zo ziet dat eruit. Een pas geïnstalleerde versie van Joomla 1.5. Tot zover deze videotutorial over de installatie van Joomla. Tot zover deze PCM-videotutorial.